Vliegtuigspotter Gert-Jan heeft in zijn leven al heel veel vliegtuigen gespot. Maar miste nog één. Wij gaan vandaag naar de luchthaven Düsseldorf toe. Daar komt het zogenaamde Haribo-vliegtuig van TUI. Met snoepeertjes erop van Haribo. Helemaal goudkleurig. Dat is een toestel, ja, daar loop ik eigenlijk al een aantal jaar op te jagen dat ik hem graag op de foto wil zetten. Lukt me steeds niet. Ik ben al een aantal keer op Düsseldorf geweest, waar die regelmatig komt. Heb ik hem steeds misgelopen. Ik ben al een keer of wat op Frankfurt geweest. Komt hij ook regelmatig, maar niet als ik er ben. En nu weet ik eigenlijk zeker dat hij vandaag wel op Düsseldorf komt. Dus vandaar dat we erheen gaan. Samen met zijn vriend en collega-spotter Gijs gaat Gert-Jan dan nog één keer proberen om zijn geliefde snoepjesvliegtuig te fotograferen. Maar het gaat niet helemaal volgens plan. Als de vliegtuiggekken aankomen op de luchthaven, blijkt het terras voor spotters gesloten. Dus ze gaan op zoek naar een andere plek om het gouden vliegtuig te kunnen spotten. Het sneltramstation lijkt een goed alternatief. Daar is namelijk ook een terras. Nou, er is hier bij het Bahnhof is ook een normaal gesproken een uitzichtpunt. Maar ja, ook dat is voor onderhoud en zekerheidsredenen gesloten. Dus snel weer op zoek naar een ander plekje. Het vliegtuig kan elk moment landen. Ja, ik denk wel. Nou, we gaan nu even een klein stukje om het station heen lopen. Om te kijken dat we daar de kop van de baan kunnen zien. En hem daar kunnen fotograferen. Dus nou, als hier een stukje langs lopen. Waar je ziet. Ja. Nou, dan moeten we even terug naar het einde. Dat is het beste. En eenmaal aangekomen, blijkt het vliegtuig al lang geland. Dat is er. Echt een supermooi ding. Jammer dat ik hem gemist heb. Nou, ik ben toch wel een klein beetje jaloers dat hij net wel gefotografeerd heeft. Dat hij er al was en dat wij net te laat waren. Maar gelukkig stijgt hij zo meteen nog op. Dus dan hebben we nog een kans om hem hier te fotograferen. Dus daar ben ik wel hartstikke blij mee. Ik denk dat over een minuut of tien dat hij bij de gate weggaat. Nou, dat duurt er nog een paar minuutjes voordat hij hier vooraan bij de baan is. Maar ja, het is nu echt bijna zover. Ja, de zenuwen gieren toch wel een beetje door het lijf. Dat je denkt van ja, eindelijk zover. Lang vervulde wens gaat in vervulling. Ja, hij gaat. Nou, daar is hij hoor. Hard chocolade in de pocket. Nou, het is nog niet zo erg dat ik ervan sta te huilen hoor, maar ik vind het wel hartstikke mooi. Hij is binnen. Ja, binnen man. Binnen. Mooi voor je. Zeker, echt. Helemaal top. Spotters Gert-Jan en Gijs kunnen toch tevreden naar huis. Eind goed, al goed.